Deze week in Nieuwsronde, op weg naar de Tweede Kamer, Kiki Hagen, een dating-app voor mensen met beperking, ook Alfons Leerke staat op de kieslijst, uit ons rijke archief de Doedagen en abstracte foto's van fotoworkshop De Ronde Venen. En op weg naar de Tweede Kamer vraagt Francis Hendrik Ronde Veners op de kieslijst naar hun drijfveren, ambitie en verwachtingen. Deze week Kiki Hagen, wethouder in de Ronde Venen. Zij staat op de 21ste plaats voor D66. Kun je het eigenlijk wel goed doen in de politiek? Ik denk dat je het nooit voor iedereen goed kan doen. Maar ik heb ook wel eens gehoord, je kunt niet relevant en onomstreden zijn gehoord. En ik denk dat dat ook waar is, want als je ergens hard voor maakt, dan zal op de lange termijn ook pas blijken of dat natuurlijk het goede is voor het grotere geheel. Maar tegelijkertijd kan je nooit iedereen met beleid ook bedienen. Ik vind het altijd wel heel belangrijk om sowieso een lange termijn perspectief neer te leggen. Dus dat we echt ergens met elkaar naartoe werken. Nou, soms speel je daar wel mee. En bijvoorbeeld, ik heb ook, lig je daar wel eens wakker van. Bijvoorbeeld jeugdzorg heb ik ook in mijn portefeuille. Wat ik daaraan ingewikkeld vind, is dat je natuurlijk altijd het kind zo goed mogelijk wil bedienen. En je merkt toch echt wel dat lang niet iedereen gelukkig opgroeit. Nee. Nou, dat raakt me. Maar dat is ook wel wat ik met mezelf heb afgesproken. Dat als het me niet meer raakt, dan moet ik denk ik iets anders gaan doen. Wat mijn grote drijfveer is eigenlijk om de politiek in te gaan, is het onderwijs. Want ik heb natuurlijk ook vanaf mijn 23ste voor de klas gestaan. En wat ik vooral merkte in het onderwijs is dat heel veel keuzes die gemaakt zijn in de politiek echt tot in het klaslokaal te voelen zijn. Je kan het binnen je klas heel goed doen. Je kan het binnen school heel goed doen. Je kan het op gemengd niveau best wel goed doen. Alleen wat echt het onderwijs raakt, zijn de keuzes die gemaakt zijn in Den Haag. Is dat dan ook nog een extra reden om de Tweede Kamer in te gaan? Om het voor de Ronde Venen te blijven inzetten? Ja, absoluut. Maar ik denk ook wel voor het hele Groene Hart. Omdat ik zie dat we staan natuurlijk voor een enorme opgave qua woningen. Er zijn veel te weinig woningen. We moeten ondertussen ook nog een duurzaamheidsambitie verwezenlijken met elkaar. En de vraag is dan, welke plek neemt zo'n groen hart dan in zo'n hele randstad? Dus ik denk, ik kom hier uit de polder. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er zoiets groens in die verstedelijkingsopgave blijft. Dus ik denk dat er wel meerdere belangen te behartigen zijn vanuit het groene hart, ja. Schiphol is een voorbeeld waarbij het belangrijk is dat bepaalde waarden goed met elkaar afgebogen worden. Dus er zijn beleidskeuzes gemaakt in het verleden, maar we zien ook dat luchtvaart gewoon een enorme impact heeft op gezondheid, op de natuur, op geluid. Ik bedoel, je hoort nu ineens veel meer vogels, het is veel stiller. Dat heeft natuurlijk ook een waarde. En ik denk dat belangrijk is dat we die waarden goed meewegen met elkaar. En dat kun je bij luchtvaart zien. En dat kun je natuurlijk ook met water en dijken zien. Op dit moment spuiten we bijvoorbeeld water de zee op, omdat we het niet zo makkelijk meer erop kunnen laten stromen, omdat die zeespiegel stijgt. Ja. Nou ja, ik denk dat het fijn is als je vanuit een laaggeledige polder, zoals waar wij wonen, dat je die urgentie wel goed mee kan brengen. Ja. Nou, ik hoop vooral dat ik bij een positief verhaal kan blijven. Wat ik lastig vind aan landelijke politiek vaak, is dat er gezegd wordt wat er allemaal niet moet gebeuren. Ik hoop dat ik dat vol kan houden, dat je kan vertellen wat je wel graag wil en waar je naartoe wil. En dat je dus niet voor de makkelijke verwijten gaat, maar dat je echt dat verhaal blijft vertellen waar mensen ook, denk ik, zeker in periodes als deze op zitten te wachten. En ik hoop ook dat ik die verbinding kan blijven maken, dus met de regio en met afdelingen over heel Nederland dan. Gaat de campagne voor uzelf voor in de Ronde Venen? Ik heb het eigenlijk een beetje low profile. Ik word wel heel vaak uitgenodigd voor debatten. En op dit moment is het natuurlijk ook heel raar campagne voeren, want alles is digitaal. Dus digitale debatten, digitale interviews. En wij hebben het dan nog in levende lijven, dat is wel heel erg fijn. Dus ja, maar wel beperkt. Maar als u de Tweede Kamer ingaat, is er dan nog wel ruimte voor de echte Kiki Hagen? Ik ben me wel altijd heel bewust geweest vanaf het begin dat ik dit doe van hoe kom je over en wie zien je. En er zijn ook echt dagen dat ik denk, oké, als er een rotstuk in de krant staat, dat je denkt, oké, boodschappen, nou, vandaag maar even niet, laten we maar eten komen, want ik heb even geen zin om boodschappen te doen. Dat gebeurt, maar ik denk dat ik altijd wel heel erg mezelf ben. Hoe gaat u het verschil maken in de Tweede Kamer? Voor mij zou het belangrijk zijn als er een aantal
regels binnen dat basisonderwijs weer... misschien teruggedraaid of er in ieder geval belangrijke keuzes in gemaakt worden... zodat ik uiteindelijk weer met een gerust hart voor de klas kan. Want het blijft echt de leukste baan die ik tot nog toe heb gehad. Dat ik ook een ambassadeur kan zijn voor dat onderwijs, omdat het zo'n mooi beroep is... dan denk ik dat ik al echt heel veel heb bereikt. Even een babbeltje aanknopen in de kroeg. Dat is voor Erwin Oudshoorn uit Meidrecht lastig. Door een aangeboren afwijking kan hij zich moeilijk verstaanbaar maken. En hij ziet er anders uit, waardoor hij op reguliere datingsites vaak werd afgewezen. Daarom begon hij ruim 4 jaar geleden een eigen datingsite, Capido. Maar dat is een andere app. Iedereen kan het terecht, maar de site richt zich vooral op mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. En ook autisten maken er veel gebruik van. Inmiddels heeft Capido zo'n 6000 gebruikers in Nederland en België. En nu komt er ook een app voor de telefoon. Hoewel hij genoeg succesverhalen kent van stellen die elkaar via zijn website hebben ontmoet, is het Erwin zelf nog niet gelukt om de ware te vinden. Wat voor iemand zoek je zelf? Wellicht dat hij met de nieuwe app zijn grote liefde wel vindt. En hij gaat er ongetwijfeld heel veel mensen gelukkig mee maken. In een extra aflevering van Op weg naar de Tweede Kamer, Alfons Leerkes uit Wilnis, voorzitter van 50PLUS in de provincie Utrecht. Hij staat op plaats 11 en heeft zijn sporen verdiend in marketing en communicatie. U staat op de lijst voor de Tweede Kamer. Waarom is u daarvoor gekozen? Ik heb daarvoor gekozen omdat ik de ervaring die ik inmiddels heb in verschillende geledingen van de partij graag wil inzetten in de Tweede Kamer. Je ziet dat je op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau wel een aantal dingen kan bereiken. Maar dat er in de Tweede Kamer toch beslissingen worden genomen die wellicht die je zou willen beïnvloeden om ook regionaal wat veranderingen te krijgen. Een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld de lokale woningmarkt. Als je kijkt naar de gemeente De Ronde Venen, dan zie je dat ongeveer 50% van alle woningen die er zijn in de gemeente, dat zijn eensgezinswoningen. Bewoond door een belangrijk percentage mensen wat helemaal geen kinderen heeft. De helft van de bewoners in De Ronde Venen is ook ouder dan 50 jaar. En je ziet dat die blijven zitten in die woningen die eigenlijk te groot zijn. Ze willen eigenlijk ook wel weg, alleen er is helemaal geen aanbod. En daar zou ik me heel graag hard voor willen maken dat het aanbod er komt. De managementfuncties die neem ik sowieso mee, omdat ik vind dat je dingen ook, dat je altijd resultaat moet meten van de dingen die je doet. En daar schort het wel eens aan, denk ik. Maar ik heb mij voorgenomen om de dingen ook gewoon te benoemen zoals ze zijn. En dat betekent dat je om dingen niet heen draait en dat je ook je kiezer moet vertellen dat je op een bepaald punt bent afgeweken van datgene wat je voorheen gedacht had te kunnen bereiken. Maar dat je daarvoor iets anders hebt teruggekregen, wat ook heel erg belangrijk is. En daar moet je gewoon open over zijn. Geen dingen verdedigen waar je niet achter staat, maar zeggen ik heb ze uitgeruild. Waar ik al heel erg lang mee bezig ben, dat zijn allerlei alternatieve energievormen. Energievormen zijn natuurlijk bekend, alternatieve energievormen zijn bekend als zonne- en windenergie. Die moeten we ook vooral blijven houden. Maar er zijn veel meer mogelijkheden wat dat betreft. Ik zou graag een warm voorstander zijn van waterstof. Omdat we de energie die we met wind- en zonne-energie opwekken, omzetten in waterstof. En dat gebruiken als energiedrager voor bijvoorbeeld huisverwarming en dat soort zaken. Ja, daar zijn nog een paar die volslagen onbekend zijn in Nederland. Dat is de blauwe energie en de silver energy. Blauwe energie wordt opgewekt door het spanningsverschil tussen zout en zoet water. Dus overal waar je zoet water in de zee laat stromen, zou je dat kunnen toepassen. Wat kunnen we daaruit opwekken? Gewoon elektriciteit. Er is uitgerekend door de projectgroep Blue Energy
dat als je dat helemaal zou uitnutten in Nederland, dat je voldoende energie zou kunnen opwekken voor de 3 grote noordelijke provincies. Silver Energy, dat werkt op basis van de wet van Archimedes. Probeer maar eens een pingpongballetje onder water te drukken. Dat pingpongballetje wil omhoog. En daar is nu een testopstelling voor gemaakt, wat geen pingpongballetjes gebruikt, maar een soort van emmers. Die gevuld zijn met lucht en die dus die opwaartse kracht gebruiken om energie te winnen. En dat kan je helemaal, zeg maar, neutraal doen. Heel interessant en ik vind dat we dat verder moeten ontwikkelen en niet alleen maar kijken naar het doelloos verbranden van hout. Waarom gaan deze onderwerpen zo aan het hart? Dat heeft te maken dat ik me druk wil maken voor de wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven. Het gaat niet om mij persoonlijk, want ik heb meer verleden als toekomst. Maar het gaat ook om de mensen die er daarna nog zijn. En ik wil graag proberen om iets te veranderen, zodat ook zij daar straks een goede natuurlijke omgeving hebben om in te wonen. Is er een leven naast de Tweede Kamer? Ja, er is een leven naast de Tweede Kamer. Ik heb natuurlijk nog wel een aantal hobby's. Ik kook heel graag. Ik ben ook lid van een kookclub, waarbij we beurtelings bij anderen thuis gezamenlijk koken. Ik heb een 50 jaar oude cabrio, die ik zelf al meer dan 20 jaar heb. En ik heb een labrador die me begeleidt op wandelingen in het bos en door de landerijen, zal ik maar zeggen. En ik heb een vriendin ver weg, die heb ik ook al heel lang, 19 jaar. Ik ga geen campagne voeren voor mezelf in de Ronde Venen. We voeren met z'n allen campagne, waarbij het zwaartepunt ligt op kandidaat 1 tot en met 10 en ik ben nummer 11. Nog één ding voor de Ronde Venen, wij gaan natuurlijk volgend jaar wel meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Uit ons rijk archief kijken we deze week naar de Doedag bij bedrijven uit 2019. Ook dit jaar gaat die niet door vanwege corona. Er komt nog wel een tech- en tofquiz, half maart. Die komen nu op de zaak en die zien, ik heb hier een bon, ik heb hier een opdracht en ik heb hier een opdracht en ik heb hier een opdracht. Op die opdracht staan alle gegevens. 1, wat ze moeten laden. 2, waar ze moeten lossen. Hoe laat ze moeten lossen, want het is natuurlijk een pakket hier wat we doen. Iedereen die Dietje wil graag om 3 uur, die wil graag voor 5 uur, die kan pas na 6 uur. Dus je hebt verschillende spullen in de auto zitten op verschillende tijden. Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen? Het leek me wel leuk. Waarom? Ja, verhuizen en vrachtwagens. Dat is je hobby die je normaal gesproken verhuizen en vrachtwagens? Nee, dat niet. Wij vinden het belangrijk dat de jonge aanwas, onze nieuwe toekomst, straks bij ons mag komen werken. Want zonder deze deelname hebben wij straks gewoon geen nieuwe aanwas. En het is lastig. Vroeger werd je altijd wat je vader werd. Hè? Een vrachtwagenchauffeur, brandweerman. En helaas is dat gewoon niet zo heel veel meer. Zou je bijvoorbeeld later ook hier willen werken? Zou kunnen. En wat verwacht je van vandaag? Een leuke dag. Dit is leuk om met die jongens zo te werken. Sommigen zijn minder gemotiveerd dan de anderen, maar je merkt toch als ze eenmaal bezig zijn dat ze het leuk vinden om te doen. En je moet ze ook een beetje uitdagen en triggeren om dit te doen, want het is voor hun natuurlijk ook allemaal nieuw. En ze denken toch dat er een soort van, ik moet het goed doen, het moet het goed presteren. Ik krijg er een punt voor, maar het is gewoon natuurlijk om te laten merken, om laten zien hoe het werkt. Dit wil ik later ook doen. Wat? Nou ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik ben ook naar school geweest en ik vind het gewoon echt heel leuk. Oké. Jij vindt het ook heel leuk? Ja. Ik heb voorheen zelf ook les gegeven op de opleiding voor schone specialisten. Maar uiteindelijk moet je gewoon keuzes maken. En heb ik besloten om verder met mijn praktijk te gaan. Die combinatie was gewoon niet meer te doen. Maar ik vind het heel erg leuk. En ze zijn allemaal super geconcentreerd en heel leergierig. En het is gewoon helemaal leuk om te doen. De jeugd heeft de toekomst, hè, zoals we zeggen. En dit is natuurlijk wel de generatie die uiteindelijk het vak in alle branches natuurlijk weer
moet gaan opvullen. En als jij het gewoon enthousiast vertelt en je laat zien hoe mooi een bepaald beroep is. En zeker het werken met de handen is gewoon een ding wat gewoon niet weggaat. En je kan zoveel voor iemand betekenen als je dit beroep uitoefent. Dat is gewoon heel erg leuk om over te brengen. Dus hun zijn geïnteresseerd, dan ben ik alles bereid om alles erover te vertellen. Waarom heb je specifiek voor dit bedrijf gekozen? Omdat het me leuk lijkt te doen. Hoezo leuk? Ja, om gewoon ook met je handen en zo bezig te zijn, om op te tillen. Ja, misschien ook later met zo'n machine te rijden, zo'n heftruck. Ja. Papierwerk is niet veel mooier. Nee, dit is dan wel leuk. We hebben een teken gekregen van de werkvoorbereiding. En dan gaan wij van die vlakke platen die je hier ziet, gaan we rondzetten. Leuk werk? Leuk. Ja hoor. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.